Ik ben in Hagenau of Hegenau. Ik weet niet precies hoe je het uitspreekt. En dit is de camperplaats van Hegenau. Je kunt hier met 5 campers staan. 5 zijn toegestaan. En er staan er op dit moment 5. Vannacht zonder daar 8. Dat is natuurlijk niet toegestaan en dat gaat goed zolang als het goed gaat. Er is voor 4 campers elektriciteit. Die elektriciteit is vrij kostbaar, kost 50 cent per uur. En die kun je contactloos afrekenen. Dat werkt perfect. Maar je moet wel een contactloze betaalpas hebben of iets dergelijks. In de buurt is een andere camperplaats met verzorging. Daar gaan we later kijken. Hier achter mij is de verzorgingsplaats en die ligt ongeveer op 2,5 kilometer vanaf de camperplaats. Nou, hier mag je dus niet overnachten, maar hier heb je wel uitstekende verzorging. En ook hier werkt het weer met een contactloze betaalpas. Ja, ik zou dus inmiddels die betaalpas wel activeren, want zo langzamerhand kun je nergens meer een muntje terecht in Frankrijk. Wil je nou meer weten over deze plaats? Bezoek ons dan op www.camperplaatsen.nl. Er staan meer dan 15.000 camperplaatsen en campings aangegeven. Heb je foto's, sta je op een camperplaats? Stuur die dan naar ons en wij plaatsen ze. Overigens wist je dat? Als je inlogt op die app Camperplaatsen of op de website, dan kun je je camperplaatsen als favoriet aanmerken. Dat kun je thuis doen en open je hem dan in je telefoon. Dan heb je daar dezelfde favorieten.